verliest hier zijn snelheid. Zal helaas niet meer bij kunnen. Hij moet genoegen nemen met de B-finale. Boys 15. De eerste vier rijders naar de finale, rest B-finale in de Boys 16, Moto 29. Met als eerste daar de bocht uitkomend Dream Team met Ronald Lemmens. Ronald Lemmens op de eerste positie met daar achteraan de man uit Tiel, Tom Groen. En wie staat op 3? Dat is de man in Ammerzode. Niemand minder dan Wino van Rijswijk. Wino van Rijswijk op 3. En op 4 zien wij dan Kevin Sisse. Kevin Sisse, Pure Nederland, rijdend hier op zijn thuisbaan. En gaat ook mee naar die welbegeerde finale.